Het YouTube-kanaal van Roddelpraat, het populaire online-programma gehost door Dennis Schouten en Jan Roos, is het slachtoffer geworden van een brute hack. Dennis Schouten bracht het nieuws naar buiten via zijn Instagram-account, waar hij zijn verbazing en frustratie deelde over de situatie. Volgens Schouten zijn zij en Roos volledig buitengesloten van hun eigen kanaal. Het lijkt erop dat de hackers niet alleen het wachtwoord van het gekoppelde e-mailadres hebben gewijzigd, maar ook het bijbehorende telefoonnummer. Dit laat de presentatoren machteloos achter, zonder enige toegang tot hun eigen platform. Met een aanzienlijk aantal van 277.000 abonnees op een YouTube-kanaal is het verlies van controle over het account niet alleen een persoonlijke klap voor Schouten en Roos, maar ook een financiële en professionele tegenslag. Het kanaal is immers niet alleen een bron van vermaak, maar ook een belangrijke bron van inkomsten en een platform voor hun werk. In een oproep tot actie richt Schouten zich tot zijn volgers en smeekt hij ook de hulp in van medewerkers van Google en YouTube. De vraag om assistentie is duidelijk: iemand die ons kan helpen? Het is een uitroep van wanhoop en een beroep op de gemeenschap om samen te komen en steun te bieden in deze moeilijke tijd. Deze hack benadrukt de kwetsbaarheid van online platformen en de ernstige gevolgen die het kan hebben voor individuen en bedrijven. Het is een herinnering aan het belang van beveiliging en het nemen van voorzorgsmaatregelen om dergelijke situaties te voorkomen in de toekomst. Laten we hopen dat Schouten en Roos snel de controle over hun kanaal terugkrijgen, zodat ze hun werk kunnen voortzetten en hun fans kunnen blijven vermaken met de populaire content van Roddelpraat.